Bye. Jongens, vandaag is het een hele leuke dag. Het is de leukste dag in het hele jaar misschien wel. Namelijk mijn eigen verjaardag. Yes! Nou is het op zich niet heel speciaal om jarig te zijn. Tenminste, vroeger vond ik het leuker dan nu. Maar vandaag vind ik het extra leuk. Omdat jullie waarschijnlijk al aan de titel en de thumbnail hebben kunnen zien. Dat ik mijn fucking eigen Audi RS7 ga ophalen. Die proefrit die ik onlangs heb gedaan in de Audi RS7. Dat heb ik trouwens ook in de vlog gedaan. Dus mocht je die niet hebben gezien, heb je echt wat gemist. Die was zo goed. Ik voelde zo erg die auto, weet je wel. Ik had zo erg iets van, holy fuck, wat is deze ziek. Deze moet ik gewoon hebben. Ik ben altijd al Audi RS model fan geweest. En specifiek de Audi RS7. En toen ik ook nog eens in reed. Het was fenomenaal. Dus die ga ik zo meteen gewoon ophalen bij de autodealer. Hij is van mij. Ik heb hem gekocht. Het is echt nog steeds te bizar voor woorden. Ja, Scoop, I know. It's insane, bro. Maar goed, ik ga hem straks eens ophalen bij de autodealer. En ik krijg er een hele show bij. En et cetera. Het wordt zo freaking episch, gast. Ik heb er wel nieuwe velgen onder laten zetten. Dus de velgen die je in de proefrit hebt gezien, die heb ik niet. Ik heb andere velgen. Die ga ik zo meteen ook voor het eerst onder de RS7 zien trouwens. Dus ik heb geen idee hoe het staat. Maar ik denk wel heel vet. En daarnaast heb ik ook een Miltek uitlaatsysteem eronder laten zetten. Wat betekent dat hij echt keihard kan brullen. Met andere woorden, als je van auto's houdt, dan is dit jouw vlog. En ja, omdat ik ook jarig ben, hoor natuurlijk al cadeautjes bij. Dus mijn vriendin zei net al, Roy, maak jezelf even klaar, want ik wil je cadeautje overhandigen. Dus nou, Day, I'm ready. Deetje, allereerst, wat zie je er prachtig uit vandaag. Dankjewel. En zit hier mijn cadeautje in? Ja, die is voor jou. Ik vond het zo lastig om iets voor je te halen. Ja, dat kan ik begrijpen. Want meestal is het bij mij zo, dat als ik iets wil, dan koop ik het gewoon. Ja, dat heb je toch ook, dat heb je ook tegen mij gezegd. Ja. Dus ja, dan is het lastig om iets te kopen. Dat heb ik ook met de Audi gedaan. Hey, Etje. Oh, hij wil echt helpen. Hij wil fijn, vindt het wel leuk hoor. Hey. Aww. Rebel and Rose. Oh, een armbandje. Vind je het leuk? Dat vind ik heel vet. Ja. Ja, echt? Ja, deze vind ik ook echt heel clean. Nice. Moet ik hem bij je omdoen? Ja, if you want. Ja. Dang. Keihard. Ook natuurlijk omdat er dubbel een R op staat. Roy Royalistic. Dit is vanaf nu de Roy Royalistic wristband. Thank you, honey. I appreciate it. I like it. Wat vinden jullie ervan, jongens? Laat weten in de reacties. Om ene pols hebben we een Roly Roly. En om de andere pols hebben we een Roy Royalistic armband. Wie staan daar nou voor de deur? Wie staan daar nou voor de deur? What's up? Outfitje wel. Jawel, hè? Ga je daar zakelijk op spreken? Je kent me toch? What's up, bro? I'm fine, bro. Kom verder. Timo, mijn stagiair, gaat ook lekker mee de auto ophalen. Ja, en Don natuurlijk ook. Don, my dudeski, my broski's right there. Die gaat ook mee de auto ophalen. Daarom, jongens, vandaag gaat zo'n zieke dag worden. Dus als jullie weg... Ik ben fucking zenuwachtig, hè? Staat hier zo? Ja, ja, ja. Ja. Is het thuis? Ja, hey, we hebben allebei een cadeautje voor je. Oh, hij? En die van mij zit nog in de auto, maar die is veel te zwaar. Ja, ik weet al welk cadeautje dat is. Tante Lui. Ja, we hebben het vandaag jarig. Ook. Ja, dat het klopt. Het is vandaag de dag, want je had het zaterdag gevierd. Ja, dat klopt. Maar het is nu echt je verjaardag. En het zit hier. Ik wil geen mooi content momentje onderbreken of zo, maar ja? We moeten wel binnen 5 minuten gaan, anders kunnen we het niet redden. Ja, oké, schiet op. Oké. Oh, scheurde die handel. Doos in een fucking doos. Het is niet een doos in een doos verhaal, hè? Okay. Het is een doos in een doos verhaal. Fuck you. Gelukkig hebben we lang de tijd. Een dikke knuffel om je te feliciteren. Ja, we hadden geen andere kaart meer. Jongens, je van harte gefeliciteerd met je 22e verjaardag. Eigenlijk ben ik heel slecht in cadeaus, maar deze heeft me een handje op weg geholpen. En al met al gaat het natuurlijk om het gebaar. Hopelijk kunnen we samen nog veel vlogs online krijgen en pak je snel de 1 miljoen abonnees. Verder ben ik je natuurlijk dankbaar dat je mij meeneemt in dit gekke avontuur. Genieten van broski. Ah, dankjewel, man. Ik weet niet eens wat de pest is. Maar ik vind het bericht erbij heel leuk. Het is een appel, het is een appel. Kijk, een apple sticker. Oh, het is breekbaar. Breekbaar, dat moet een despo's zijn. Dan ben je echt goed bezig. Dan heb je al je streepje voor vandaag. Yay! Nou, stekker voor als je een stuur gaat zo. Ja, eerst opzuipen dan rijden. Nee, niet doen jongens. Zijn de gevangenis in wiel, ga je gaan. Fucking cider, bro! I'm fucking cider, bro! Hoe slapen dan? Ja, niet.
niet. Nee. Ik heb echt gewoon 2 uur geslapen of zo. Echt? Ja, I'm fucking dead, bro. Maar dat... waarom heb je dan niet op mijn appje gereageerd tot in de ochtend? Ik had je nog gefeliciteerd net na 12. Ja, ik heb wel geprobeerd te slapen, maar ik heb gewoon niet geslapen. Oh, je rollen. Ja, nee, dat is dan zeg maar... Dat is dat moment dat je dan probeert te slapen. Dus dat je echt gewoon je ogen dicht doet, maar dan geforceerd. Dan ga je aan nadenken van, kut, ik moet slapen. En dan kom je niet in slaap. Nee. Zo, yeah. I tried. Ik kon ook gewoon 5 pils altijd, dan sliep je heel lekker. Dan ben ik nu wakker met Sahara aan mijn mond, dat is niet chill. Hey Timo, are you excited, bro? I'm fucking excited, bro! Is er een big car, bro? Good shit, bro! Heb je al een idee hoe je de epic shots gaat maken? Ja, maar dat is toch bij elke auto hetzelfde. Gewoon alle mooie pieken, fijne pieken. Ja, you got it, you got it. Are you good, bro? Ja. Dankjewel voor het cadeautje, lieve schat. Graag gedaan. Heel lief. Ik hoop dat je hem elke dag gaat dragen. Yes. Mooi. Hij staat wel mooi. Hij staat wel oké, hè? Oké, hij staat mooi. Entree. Jongens, weten jullie nog dat ik gisteren de Audi A4 ging halen? Dat was toch om content te maken? No, it's not. Deze auto gaat ingeruild worden. Deze auto gaat van de prijs af die ik heb betaald voor de RS7. En ik ben dus eindelijk van mijn eerste auto af, maar wel echt met pijn in mijn hart. So yeah, mijn laatste ritje. In de Audi A4. Mijn eerst gekochte auto dit, jongens. Mijn eerst gekochte auto. Dit is officieel mijn allerlaatste ritje gaat dit zijn. Wel een lange rit, want we moeten helemaal naar Uden. A few moments later. De Audi staat geparkeerd. Het was officieel het allerlaatste ritje in deze Audi. Deze gaat dus ingeleverd worden. Dus hierbij het liedje wat Timo erin gaat editen. Goodbye my lover, goodbye my friend. Goodbye my lover, goodbye my friend. Oké, nu ik erbij met de shot dat aan het huilen zijn. Ja, ja, is goed. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Heel leuk zo zonder muziek. Ja. En nu het maar shot... Jij moet het goed, jij moet het goed editen. Ja, dan is het goed. Goed. En nu het shot, eigenlijk moet je nu het shot erin plakken zonder... Zonder edits. Zo zie je maar wat een beetje muziek, zwart-wit effectje, dat soort dingen kunnen doen met een videootje. Dan kan het in één keer heel grappig worden. Dag Audi, je was echt een fantastische auto. Ik ga je fucking erg missen, maar er komt een hele prachtige nieuwe Audi voor in de plaats. Dus dan is het minder treurig. Je rijdt hier weg als een fucking beast, jongen. Daarom. Dit is een prima auto, maar straks rij je echt weg als een fucking beast. Exact. Het is tijd om naar binnen te gaan, jongens. Jezus, nou... There we go. Tijd om een auto op te halen. En dat zou als het goed is daarachter plaats moeten vinden. Oh. Daar ga je, gast. Oh! Daar ga je, gast. Begin je al een beetje te zweten? Ja, misschien. Wellicht. Ja. Wellicht. Oké, jongens. Hier staat de auto klaar op de autolift. Er schijnt toch wel een spektakel plaats te vinden zometeen. Hey, Ron, je denkt een autoshow te krijgen, maar er staan 10 strippers in die doos, hè? Ja, dan ga ik gelijk weer naar huis.
Jezus, wat een ding, hé. Bro! Wat staan die velgen goed onder deze auto, hé. Ja, hele mooie velgen. Wat een sloffe gek. Heel mooi gekozen, man. Jezus. Zo, je moet even een traantje laten wel. Ja, hoor. Ja, misschien, En terecht ook, hoor. Ja, niet normaal, maat. Kijk eens even wat nu voor jou is. Tering, gast. Oi, 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 oi. Ja, dit is echt belachelijk ziek, heftig, hè, gast? Man. Ja, heftig, hè? Tuurlijk, ook een. Nou, ga zo door met onze samenwerking en wellicht. Beste manager van Nederland, sowieso. Holy powerfuck, man. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. Ja, ik ga even zitten. Dat lijkt me logisch, natuurlijk. Oh, hij ruikt ook zo lekker. Hij zit lekker. Ja, ben je klaar voor? Ja. Staat hij zijn P? Hij staat zijn neutraal. Ja, ja, oké. Nog een keer? Ja, nog een keer. Stil de straat verlaten wordt het niet meer, ouwe. Zo, maat. Oh, 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 nog een keer. Oh, oh, oh. Oi. Zo. Nou, het is nog geen auto nieuw, maar met deze auto, je hoeft alleen maar deze auto in de straat te zetten en te zeggen van, oh, was je vuurwerk? Ja. Nou, komt ie even. Dit gaat niet doen, vuurwerkkosten besparen. Jezus. Ja. Ik vind die velg ook zo dik, zo ziek. Hij is gewoon helemaal af, man. Hij is echt helemaal af. Timo, wat vind jij? Ja, gast, dit is gewoon... Ja, sprakeloos. Bizar, hè? Ik zei het al een keertje in jouw vlog, volgens mij. Nu zijn we gewoon broers, bro. Ja. Niet alleen in vriendschap, maar ook met onze fucking waggies. Als ze straks naast elkaar staan, man. Oh, dat is zo lijf, ja. Gast. Oh, Jesus gast, Christ. We gaan een knetter naast elkaar. Ongekend, ongekend. Binnenkort ref battle samen? Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Gast, wat een ding. Spoiler, man. Ik vind die spoiler zo dik. Oh. Ja, die spoiler is ziek, hè? Tja, man. Dat is zo'n ziek detail. Ik vind sowieso de... Voelt lekker eens warm, joh. Heel warm, heel warm. Oh, ja, man. Maar sowieso de billen van deze auto, gast. Tering. Ja, zeg maar dag tegen Levi. Achterin limousine, dat betekent 2 plekken, geen 3. In het midden allemaal comfort. Achterin stoelverwarming, achterin je eigen climate control voor beide stoelen. Gaat helemaal nergens over, echt niet. Wat vind jij ervan, Don? Ja, echt. Deze auto staat hier al best lang te koop. Roy was gelijk verliefd. Ik snap niet dat niemand anders hem gekocht heeft. Hoe kan dat? Zo'n mooie auto. Ja, terecht dat Roy hem nu wel koopt. Ja. Oh, oh, oh. Wie gaat er als eerste rondje mee? Shotgun. Het is tijd om het eerste rondje te gaan rijden. Oh, bro. Oh. Oh, zo. Holy shit, we gingen zoeken, maat. Roy had een vettig laagje op. Er zit zo'n vettig laagje op. Hoor je dat pruttelen, gast? En dat is het dan. Hoor je dat pruttelen? Oh my god. Als het dan is, ga je glijden. Daar komt het op neer. Oh, oh, oh. Dit is gewoon jouw nieuwe auto. Ja, dit is niet te bevatten, gast. Dit is niet te bevatten. Dit is echt mijn droom, hè. Dat wil je echt niet weten. Dit, jongens, dit is echt mijn droom, gast. Niet normaal. Ik heb echt... Fucking, vanaf het moment dat ik wist dat de RS7 bestond, heb ik gewoon gedroomd van de RS7. En ik zit er nu gewoon in, het is mijn auto. Ja, dat is niet te bevatten, ouwe. Oei! Oh, dat is niet te bevatten. Zo, gast! Lijf, hè? En dat luchtje ook, hè? Dat is echt, je proeft het gewoon zelfs. Het is gewoon een nieuwigheid. Holy shit, je proeft een freaking nieuwigheid, bro. Ja, man. Klaar voor? Ja. Oh god, oh god. Zo, man! Dit is niet normaal. Ja, dit is echt lijn, dit is echt niet normaal. Oi, 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 oi. Wow! Zo! Nee, joh! Holy fuck, ouwe! Zo, jongens, hé! Holy shit! Wow. Wow, yo. Dit is echt mijn lijpste verjaardag ooit, gast. Ja, die kan je wel zeggen, ja, gast. Hier heb je zelf gewoon een RS7 cadeau gegeven. Hoe lijp is dat? Op je verjaardag, maat. Hoe lijp is dat? Heb je het lekker voor elkaar, joh. Dankjewel, bro. Oh.
Dit is de leukste stage ooit. Wow, holy family, shit. Bro. Yes, bro. Welcome to the Audi family, bro. Oh, man. Ik ga dat pruttelen. Ga je droog houden? Je bent zelf gewoon de mailtag uitlaat. Ja, ja. Oh, dit kan, hier kan mijn anus niet tegenop. Serieus. Ja, dat denk jij. Ja. Ik zie hier een werretje. Ik zie hier een werretje. Oh, hij trok lekker. Hij trok heel lekker. Net zoals hij zet. Oh shit, hou op. Fuck. Ja. Bro! Dat ging snel, hè? Kijk, hij is ook een test aan het maken in een nieuwe auto, maar dat is geen Audi RS7! Ja. Oh, wat een... Oh, dat knetteren, gast. Snap je nu waarom ik de klep nooit dicht heb, bro? Orgasm, bro. Or fuck me. Ja, jij houdt je klep echt nooit dicht, jij? Nee. Nooit. Ik heb wel iets aan mijn hart klep. Eerste indruk. Belachelijk. Insane. Te ziek. Onwerkelijk, een droom, echt te ziek. Ik dacht dat je hemd wit was, maar je onderbroek nu ook. Ja, 100%, gast. Ik neem nu mijn moeder en Davy mee achterin. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Volgens mij zijn ze wel nog bezig met papierwerk daarachter. Omdat mijn Audi A4 dus ingeleverd wordt, weet je wel. Dus daar is ook nog wat papierwerk voor nodig. Maar ik denk dat ze zo aankomen en anders dan roep ik ze wel even. Oeps. Hey Datje! Kom lekker zitten. Kom er lekker bij zitten. Moeder Roy, kom lekker zitten. Oh, stoelverwarming gaan we aandoen hoor. Ja, stoelverwarming staat al aan. Ja, er staat stoelverwarming achterin ook. Ik denk dat Jit en mijn moeder nog nooit een zo snelle auto heeft gezien. Ik denk dat Jit het haar eerste keer is. Komt ie. We hebben hier een rechtstuk. Oh mijn god. Hij stipt. Wat zien jullie witjes ineens? Te lang naar Roy's blouse gekeken. Hij blijft maar trekken dat ding, hè? Ja, niet normaal. Stel je voor dat jij zou blijven trekken dat ook het vet zo makkelijk wegging. Dan was ik nu net zo slank als jij. Oh, die is goed, ouwe. En dit is dus perfect voor content, hè? Bij Audi's. Wat? Doe het schermpje dicht, kan nu je camera neerzetten. Ja, dat is gewoon echt perfecto. Ja, dat is, vind ik... Roy, de auto voor je, gast. Ja, joh! Dat gebeurt op de weg, hè? Ja, ik wil het zeggen. Het is zo verschrikkelijk hard! Yo! Oh, ik kan nog geremd worden. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik had gewoon de onderbrug mee moeten nemen. Ja, dit is niet zo, hè? Oh jezus, zit niet normaal. In zo'n soort genieten. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Als je naar mij toe gaat, dan hebben we deze auto's. Niet nu even voor één keertje. Ik heb hem gewoon gekocht. Ja. Hij is gewoon van mij. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het aan de andere kant ook nog steeds wel gewoon een beetje eng vind hoor. Zo snel, het is gewoon ongezond. Ja. En die interface. Ja, het is echt niet zo. Het is zo goed afgewerkt allemaal. Oi. Oké, okay, Jim, ben je ready? Mijn onderbroek is nu nog schoon. Echt, de achterbaan is er niks bij. Mijn onderbroek is nu vies. Weet je nog die achtbaan waar wij heen gingen bij die kermis in LA? Ja. Hier is niks bij, hè? Nee, dat is... Zo, dit is echt... Andere koek. Leuk speelgoed. Ja, toch? Wat een verjaardag, jongens, hè? Zo. Ja, hè? Ja, beste cadeau jaar. Die je zelf kan geven. 22 jaar, gassen maak. Dat doe je al sinds dat je klein bent, hoor. Lekker breed. Oh. Ja, moet je filmen. Gaat, dit is niet normaal, ouwe. We zetten de auto al heel eventjes voor de garage neer, want ik ga nu even de post doen op Instagram. Inmiddels is het natuurlijk al lang bekend. Voor mij nu nog niet natuurlijk, dus ik ga zo meteen de post binnen eventjes plaatsen met de foto, de aankondiging van de Audi. Maar één ding wat ik ook heel erg heb gemist bij de Mercedes, maar wat wel weer bij de Audi zit, is dit. Let op.
Ja. Hoe vaak aan mij wel niet overkomt dat ik met het load, het vol stuff, weet je wel zo, naar die auto loop. En dan ineens een prachtig grote kofferbak, die echt groot is ook, het gelijk in kwijt kan door letterlijk het, de achterklepknop ingedrukt te houden. Dan klikt hij dus op deze manier open. En je hoeft hem ook niet meer zelf dicht te klappen. Je doet gewoon... En dan gaat hij weer. Nou, is deze auto af of is die af? Hij is helemaal ongekend, af. Ongekend, hè? Ongekend. Oh, dit wordt de eerste keer dat ik de Audi ga tanken. Je moet hem even een ongrendelen, anders kun je... Ja, anders krijg je die tank op je ook, hè? Ik ben heel benieuwd hoeveel het me gaat kosten. Dan gaan we nu in één keer gelijk achterkomen. Ja, dat is een idee. Staat er E5 op? E5, ja. Ja. Hey, je gaat nu blut worden. Hier begint het, hè? Ja. Ben je diesel? Nee, ik benzine. Het gaat voor 66,5 liter, €123,62 kosten. Als je nou helemaal leeg bent, dan gaat er 70 liter in, gast. 72 zelfs. Nee, je dat? Ja, ik was een keer actieradius 0. Daar was jij bij. En toen ging er 72 liter in. 72. Nou ja, Roy. Het hoort erbij, maat, maar dan heb je ook wat. Het hoort erbij. Oké, jongens, we hebben een tunneltje. Komt-ie. Het is inmiddels avond en ik heb me even lekker omgekleed, want ik moet zometeen gewoon lekker trainen bij personal trainer Joey. En laat het nou een uitgelezen mogelijkheid zijn om dan weer lekker met de Audi RS7 op pad te kunnen. Dus ik stap zometeen maar al te graag weer in de wagen, samen met je boy Knuipie. Knuipie gaat mee, hè? En dan gaan wij even iets heel erg leuks ook doen in de auto. Als we terugkomen van het sporten, gaan wij iets heel erg vets doen. Nou, maak ik er wel een heel groot ding van. Ja. Maar het is gewoon cool. Het is gewoon echt dat je denkt van... Wow, that's cool. That's some cool shit. Future. Ja, precies. Future feature. Dus dat is het plan. En nu gaan we gewoon lekker de lift instappen. En op naar Joy met wat gaas. Want we gaan wel even... De Audi RS7 weer een beetje op zijn start. Ja. Hey Ming! I'm taking the fucking piss. I'm going to say goodbye. Want jij blijft hier nog even chillen. En dan ga je met Ben chillen, toch? Ja. Hey bro. Ik vond het fucking vet dat je erbij was. Gast, het is je van harte gegund. Dankjewel, maat. Geniet ervan. En blijf morgen... erop losknetteren. Ja, zeker. Morgen gaan we samen knetteren. Morgen gaan we samen knetteren. Oh. Anus aan anus. Jongens. Uitlaat aan uitlaat. Morgen gaan Don en ik samen met de RS6 en de RS7 een ref battle doen. Het geluid zou eigenlijk precies hetzelfde moeten zijn. Maar hey, daar moeten we eerst achter komen. Dus dat gaan we morgen testen. Ja, senor. Si. En nu naar de sporten. Gast, ik kan me gewoon niet voorstellen dat we zo meteen in mijn garage stappen. En in plaats van dat we in een Mercedes stappen... Stappen we gewoon in de Audi RS7. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Fuck, maat. No works. Dat gaat nog de komende weken niet wennen zijn. Dat gaat de komende weken zijn dat ik echt denk van... Ga je mee in de Mercedes? Ga je mee in de Audi RS7? What the fuck, bro? Zo weird. Daar staat hij. Maar voordat we daarin stappen, ga ik toch nog eventjes iets doen in de Mercedes. Want hier ligt mijn iPhone kabeltje. En ja, die heb ik hier nu niet meer nodig. Dus die ga ik eventjes ontkoppelen en in de Audi doen. Kijk eens, ik heb nog meer handige gear meegenomen. Kauwgom, smint, iPhone draadje. En nu gaan we wel in de Audi. Tijd voor de tunnel. Few moments later. Joey! Daar zijn we, jongen! Dat was lekker! Ouwe. Dankjewel, man! Lekker, man! Kijk, komt hij even, hè? Speciaal voor jou. Kijk, dit pareltje even staan, jongens. We zijn aangekomen bij de sportschool. Deze gaat lekker uit. Hartstikke idee. Oi, 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 oi. Wat een ding, hè? Even opwarmen, jongens. 60 kilo'tjes. Birthday bench press. Hoppa, ja man. Ik ben nu jaar ouder, dus nu verwacht ik eigenlijk wel meer kilo's. Toch? Ja, ik ook. Dan gaan we nu door naar de 80 kilo'tjes. En die doen we meestal voor 6 keer. Fucking dank, hè? Wow. 110 kilo, jongens. We gaan hem één keer doen. Gewoon bam, de lucht in. Slow naar beneden, explosief naar buiten. Kom, hoppakee.
Goed shit. We gaan nu niet mijn PR doen, maar het komt wel heel erg in de buurt. Mijn PR staat namelijk op 122,5 kilo. Dat heb ik een tijdje geleden gedrukt, één keer. En nu gaan we één keer 120 kilo proberen. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik weet niet of het gaat lukken. Vandaag heel weinig gegeten, zoals je in de vlog kon zien. Een stukje Pijnenburg, wat stukjes worst en een V2'tje, that's it. Ja, goeie shit, hè? Ja. Dus als het nu lukt, dan mag ik officieel op café. Ja, dat is wel lekker. Toch? Dan mag die MC even houden. Dan mag hem houden. Oh, wacht, die mag anders krijgen. Hahaha. Hey, goed. Doe. Makkie, man. Kijk dan. Met echt beulen, hè? Ik heb serieus in de garage toen ik daar was om mijn auto op te halen, lag er een stukje Pijnenburg. Ik dacht van nou, ik heb nog helemaal niet ontbeten, laat ik dat maar eten. Dus ik eet dat zo weg, weet je wel. Oh, bij het tankstation, dat is dus niet helemaal waar ik zei. Bij het tankstation een half broodje carpaccio en een half broodje kip. Ik maak samen één broodje. En toen kwam ik thuis. Toen heb ik een paar stukjes worst gegeten, wat nog over was van mijn verjaardag. Toen een V2'tje erin, nu ben ik hier. En het lukt gewoon 120 kilo te bankdrukken. Ik vind het een prestatie. Door naar de chest press, de klassieker. Toch is echt goed, hè? Incline dumbbell press. Incline dumbbell press. Dat is de officiële benaming. Bovenop van de hoes. Voor het veen al. Zo, ze gaan wel heel makkelijk de lucht nog, hè? Yes. Ik denk, gast, dat ging echt veel te makkelijk. Tweede setje, jongens, 30 kilo. Ik ga nu denk voor 8 herhalingen. 1. Oh, yes. Yo! Zelfs een beetje dezelfde geluiden maken als de MC. We gaan nu lekker super zetten. Deze is heerlijk. Deze 21. Eerst doe je 7 keer zo. Daarna 7 keer zo. En eindigen met 7 keer zo. 3 verschillende oefeningen. Allebei zwaar. Allebei voor je borst. En het maakt je helemaal kapot. 4. Deze superset. Maar als je al ouder bent dan 16 jaar en je traint af en toe wel, je doet wel eens aan fitness, dan is dit zeker weten een superset die ik je zou aanraden voor op een motherfucking chest day. Jongens, gaan we even in de touw hangen. Gewoon vroeg fantastisch. Ja, we gaan niet echt in de touw hangen. We gaan drie sets doen, boven langs. Een superset. Bam. Ik ben helemaal gesloopt. Die borst en triceps zijn er weer goed ingehaald. Nu gaan we lekker terugrijden met RODR 7. Wat dacht je daarvan, Ido? Zo, echt wel. Goeie shit, hè? Let's go, man. Dat was weer even speciaal voor jullie. Wat autogeweld, wat we nog wel veel vaker gaan doen. Dan gaan we nu lekker naar huis rijden. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij mijn garage, zo goed als. En een hele vette functie aan dit RS-model is dat ik hier drie knopjes heb, hier bovenin. En die kan je dus instellen op je poort of garagedeur, et cetera. En dat wil ik nu gaan doen. Dus, wat we gaan doen. Ik ga hem hier even stilzetten. Dan gaan we in de settings van de auto. Gelukkig komt achter mij nu even niemand. Hopelijk blijft dat zo. Dan kunnen we het even snel instellen. Carsystemen. Dan gaan wij naar wageninstellingen. En dan hebben wij hier de garagedeuropener. Garagedeuropener inleren. Wij willen toets 1 inleren. Dus voor de ringen staan en dan het knopje ingedrukt houden. Ja? Ja. Ja, hij blijft nu branden. Ik zag de knipperlicht flitsen. Ja, gast. Ja, het is gelukt. Lekker, gast. Ja, gast. Holy shit. Lekker. High five, pik. Oké, nou hopen dat het werkt, hè. Dit is echt zo'n kleine feature van de auto, maar ik vind dit helemaal geweldig. Dit is iets waar ik altijd al van heb gedroomd, legit. Max, vriend van mij, die woont echt in een ziek huis en die heeft dus een heel ziek hek voor zijn huis. En hij opent die altijd, of zijn vader, of zijn moeder, opent hem altijd met een knopje onder de binnenspiegel. Dus hier eigenlijk. En ik heb nu dus in mijn auto net zo'n knopje. Dus dat betekent dat ik mijn klikker voor mijn garage, als het goed is, nu niet meer nodig heb. Dat ik voortaan gewoon alleen maar dit knopje ingedrukt hoef te houden. En dan gaat mijn garagedeur open. Dat gaan we nu testen. De garagedeur is dicht. Dit is letterlijk de eerste keer dat we het gaan doen. Ik vind het gewoon spannend. Ik vind het gewoon letterlijk spannend. We staan al op verhogen, we staan op comfort. Hartstikke mooi. Oké. Dus, Roy komt aanrijden bij zijn huis en denkt, hey, garage, ik wil even dat je open gaat, maar ik doe het niet met mijn klikker, ik doe het hiermee. Oh, wat ziek, gast.
Zo'n kleine feature, maar hoe epic is dit, hè? Dit is koulo vet. Dit is echt gruwelijk. Zo, maat. Dit is gewoon weer next level comfort. Edo, echt next dit level. Is zo ziek. Ik ben zo blij dat we even de moeite hebben genomen om dit te installeren. Oi, jongens. Laat me in de reacties weten wat jullie hiervan vinden. Of dit ook misschien wel een van jullie features is waarvan je denkt van ja, Roy, als ik een eigen huis zou hebben met een ziek hek ervoor of een garagedeur, zou ik dit ook willen? Laat het me weten. Want dit is echt lijp. Holy fuck. Ik heb deze gewoon niet meer nodig. Gewoon die klikker heb ik niet meer nodig. Ik heb gewoon mijn eigen knopje in mijn auto. What the fuck, man. Oh, wat een wagen. Ik ben denk ik echt nog nooit zo blij geweest met iets wat ik heb gekocht, ouwe. Ik ben er zo verschrikkelijk blij mee. Kijk, nu staat hij weer helemaal recht in zijn vak. Beter voor mijn buurman. Mocht hij nog die BMW op miraculeuze wijze zo achteruit eruit willen parkeren, dan gaat het een stuk beter. Shout-out naar mijn buurman. En ja, kijk eens even. Zo staat hij helemaal mooi in zijn vak, hè? Netjes binnen de lijntjes. Zo staat hij mooi. Je kunt hem naar blijven kijken, Edo. Oi. Gaan net de lampjes uit. Dat ja, dat is toch mooi. Poh, jongens, wat een dag zeg. Wat een verjaardag. Deze gaat sowieso de boeken in als beste verjaardag tot nu toe ooit, weet je wel. Holy damn. Gewoon een Audi RS7 opgehaald op mijn eigen verjaardag. Het is echt nog steeds te bizar voor woorden. Eenmaal aangekomen thuis heb ik even lekker gechilled met Ido en met mijn vriendin. Mijn vriendin is inmiddels naar bed, want die moet morgen vroeg werken. En Ido en ik hebben nog eventjes een film gekeken. Een film die ik al heel lang wilde zien. Een horrorfilm genaamd Annabelle Comes Home. En elke keer als ik met vrienden was, of met mijn vriendin, was het altijd van of, ja Roy, die heb ik al gezien. Of, Roy, ik hou niet van horror, dus fuck, go fuck yourself. Nou, en de hele tijd had ik dus problemen en kon ik die film niet kijken. Maar nu? Nu was ik met Ido samen, die had de film ook nog niet gezien. Dus wij hebben de film samen gekeken en hij is echt het kijken waard. Als je niet van horror houdt of er gewoon nog niet zo goed tegen kan, moet je hem niet checken. Maar als je wel van horror houdt en je mag het kijken voor je ouders als je nog jonger dan 18 jaar bent, jonger dan 16 jaar, dan moet je het gewoon doen, want hij is echt vet. Als je nog jonger bent dan 16 jaar en je houdt niet van horror en het mag niet van je ouders, dan moet je het niet doen. Hou je wel van horror en mag je zelf bepalen wat je kijkt op tv van je ouders, dan moet je hem zeker kijken. Zo zeg ik het goed. Anyhow, ik ben fucking moe. Ik ben echt helemaal destroyed. Ik heb afgelopen nacht namelijk maar 2, misschien maximaal 3 uur geslapen. Omdat ik gewoon zo erg excited was voor het feit dat ik de Audi RS7 ging ophalen. Waarschijnlijk herken jij dat ook wel als jij zelf ook wel eens, weet ik veel, iets heel erg vets ging doen de volgende dag. Dat je dan echt moeilijk in slaap kan komen. Omdat je gewoon de hele tijd erover nadenkt en denkt van, oh yes man, morgen gaat het gebeuren, weet je wel. Nou, dat had ik dus gisternacht ook, dus ik kon echt amper slapen. Dus I'm fucking dead, bro. Daar komt het op neer. Film was top. Het is nu 2:50 s'nachts en het is tijd om te slapen. Beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze hele zieke vlog. Tenminste, als het goed is, is die echt heel erg vet geworden. Zo ja, dan mag je het natuurlijk belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer content met de Audi RS7. Klik op dat belletje en blijf op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Want ik zag, jongens, dat 56% van de mensen die naar mijn kanaal kijken niet geabonneerd zijn. En dat is natuurlijk niet erg, maar stel dat jij nu ziet van, hey, ik kijk eigenlijk best wel vaak naar jouw kanaal, Roy, maar ik ben nog helemaal niet geabonneerd. Maak even een YouTube-account aan, abonneer, weet je wel. Het is namelijk gratis, het kost letterlijk helemaal niks en je blijft daardoor wel op de hoogte van mijn nieuwe video's. Dus dat zou ik enorm waarderen. Voor nu bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen om 4:30 bij weer een nieuwe vlog. Laters.